Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is zondag, het is al een beetje laat, het is 1 uur. Maar Kel en ik hebben het gisteren een beetje laat gemaakt. Er zit een brakke boy, andere brakke girl. Wij rijden zo meteen naar Loppersum, voor mensen die dat niet weten, dat ligt hier. En daar gaan we lekker Sinterklaas vieren met de familie. We hebben even de cadeautjes ingepakt. Ik heb de cadeautjes ingepakt. Kel heeft de cadeautjes ingepakt. Sinterklaas, nee, maar dat... Wacht. Disclaimer. Zo onder het... Als je nog gelooft, doe even je oren en je ogen dicht. Inpakpiet heeft ze ingepakt. Oké, we hebben nog steeds geen douche. En ik ga vertellen, dat is wel zo fris na gisteravond. Dus we gaan even langs Stevie om daar te douchen. En ja, dan gaan we. Hey Noortje. En dan gaan we vanavond weer terug. Want morgen moet natuurlijk gewoon gewerkt worden. En het huis moet afgemaakt worden. En ik ben mijn telefoon kwijt. Oké, tof. Wij komen er zojuist achter dat wij echt de aller, maar dan ook echt de allerdomste mensen van deze hele aarde op dit moment zijn. Want nou, zoals ik jullie al wat 10.000 keer heb verteld, zijn wij onderweg naar het noorden om Sinterklaas te spelen. Of Sinterklaas te spelen. Jezus. Sinterklaas te vieren om een dobbelspel te spelen met cadeautjes. Nou, wat hebben wij gisteren gehaald? Allemaal leuke cadeautjes. We zijn nu meer dan een uur onderweg. En wat zijn we vergeten? De cadeautjes. De cadeautjes. Lekker Sinterklaas spelen zonder cadeaus. Spelen ook. Spelen, ja. We gaan toch ook een spel spelen. Sinterklaas spel spelen. Ja. Maar ja, we zijn sowieso nu, we zijn nu een half uur te laat. Dus dat is een beetje spijtig. En we zijn de cadeaus vergeten. Maar we hebben wel even snel bij de Shell nieuwe cadeaus gehaald. En ze hadden best wel leuke dingen. We hebben namelijk een. Ik denk dat deze cadeaus leuker zijn dan die we hadden. Een bioscoopbon. Een Easy Breeze XL bon. Een anti-slipmat voor je telefoon. En deze supermooie luxe washandjes. Nou, ik zou best wel al deze cadeaus die ik ook heb betaald willen houden. Ja, dus daar gaan we voor. Ja, ik had het dubbel kunnen kopen, dat is een beetje jammer. Jongens, kijk even hoe mooi de lucht is. Nina. Prachtig. Wij zijn weer thuis aangekomen en kijken ja, wat we hier aantreffen. De originele tas met Sinterklaas cadeautjes. Ik zal jullie ook even de buit laten zien. Dit is wat wij uiteindelijk gewonnen hebben met het dobbelspel. Als eerste deze leuke cute rietenmand. Nou, is altijd handig. Een keukenmens van de blokken. Een eiersnijder. Een Rituals douche foam. Dit is van ons samen. Appelsnijder. Een scheurkalender, brain training voor elke dag. De Tumble Shots, lekkere drankspel. En deze hadden we dus zelf gekocht bij de Shell. Super grappig, die waren dus daar gewoon. Maar deze super mooie washandjes. En we hebben toch nog nieuwe washandjes en handdoeken en zo nodig. En dit is ook de kleur die ik voor ogen heb. Dus hier ben ik best wel blij mee. Het ding was wel dat toen het eigenlijk af was het spel, ik echt één ding had of zo. En dat vond iedereen zielig. En toen ging iedereen dingen doneren aan mij. En toen had ik fucking veel. Dus ja, maar ja, zo kan je het ook spelen. Ik ben blij met de winst. Nee, het was vooral heel gezellig natuurlijk. Altijd leuk. En we zeggen dan weer volgend jaar weer. Maar het is nu bijna 12 uur. Ik ben de vlog aan het versturen. Ja, die moet morgen online. Ik laat het vannacht in de render staan. Maar ik hoop dus dat het goed gaat. Want het duurt nog 40 minuten en het gaat via de hotspot van Kel. Maar ja. Maakt ook niet uit. Morgen weer een nieuwe dag. Jongens, een hele goede morgen. Het is maandag. En dat betekent een nieuwe week. We werden wakker met iets minder leuk nieuws. Want zoals jullie weten kunnen wij nog niet douchen. En zouden morgen de mensen van de badkamer komen. Maar door omstandigheden komen die nu pas donderdag. Dus we hebben nog steeds geen badkamer. Dus dat is wel een beetje jammer. Ze kunnen er overigens niks aan doen. Want het heeft te maken met de crematie en zo. Dus ja, dat is ook gewoon KUT voor hen. Maar ja, daar mag je wel even van balen. Kel
Mel heeft net de sleuteloverdracht gedaan nog bij het oude huis. En daar was een pakketje van Colistar. Met een kaartje. Met deze nieuwe lijn. Het ziet er weer heerlijk uit. Het ziet er weer heerlijk uit. Dit is trouwens mijn outfit van vandaag. Niet heel spannend. Mijn sneakers met een bondje. Zijn van Nubik. Deze high-waist broek is van Lovies. En deze trui is toevallig ook van Lovies. Jongens, vandaag is een dag die ik liever vergeet. Het is 3 uur en ik snap helemaal niks van. Mijn hoofd is gewoon zo'n gatenkaas. Als in, ik vergeet alles. Kijk, het begon natuurlijk gisteren al dat we de Sinterklaaspakketjes waren vergeten. Nu blijkt het dat ik weer daar wat heb laten liggen. De keukenplank is naar beneden gezakt. Dus er zijn nu mensen voor die dat regelen. We hoorden dus dat de badkamer nu pas donderdag klaar is in plaats van morgen. We hebben met internet, KPN en Ziggo gebeld. En het blijkt dat het nog 3 maanden kan duren voordat hier überhaupt internet is. En ze kunnen ons allebei geen noodoplossing vergeven. En ze hebben ook geen onbeperkt internetabonnementen. En nou, als er een huishouden hier internet nodig heeft, dan zijn wij het wel. Dat is ook fijn. Kel dacht hij, voordat we hadden gebeld, een onbeperkt internetabonnement had. En wat bleek, hij heeft vandaag een niet normaal. Het is ook gewoon niet om te lachen, maar we moeten gewoon lachen omdat we zulke mogolen zijn. Hij heeft gewoon zo'n dikke rekening gekregen. Nou, dat is gewoon niet te doen. En toen hebben we het gevraagd en ze geven dus geen onbeperkt internetabonnementen af. Dus dat is ook weer helemaal top. Had ik eindelijk dus, ik moest wel op de hotspot mijn video gedownload en geüpload, dacht ik. Blijkt er een melodietje in te zitten, waardoor ik een claim heb gekregen. Nu moet ik het weer verwijderen. En nu moet ik weer opnieuw op zoek gaan naar een internetspot om het weer opnieuw te downloaden. Oh, ik word zo moe van mezelf. Het is 3 uur. Ik heb wat mailtjes gedaan. Ik heb wat dingen opgeruimd. Maar, oh kut, ik moet de was nog doen trouwens. Nadat ik de was heb opgehangen, ga ik naar kantoor. Ik heb Danny gebeld. Ik zeg, Dan, ik moet nu internet hebben. Snel internet. Kijk, ik kan wel in een tentje gaan zitten, maar ik moet wel echt snel internet hebben. Anders kan ik er 3 uur lang gaan zitten. Dus ik ga naar Dan. Ik mag gelukkig op zijn hotspot. Maar eerst je was ophangen en dan ga ik naar kantoor. En dan wil ik deze dag zo snel mogelijk vergeten. Kel en ik, die keken elkaar net aan. En we gingen gewoon zo erg stuk. Want we zijn zulke oenen gewoon. Echt zo dom. Echt zo dom. Inmiddels is het 6 uur al. En het is eindelijk allemaal gelukt. Ik ben nu weer met Isa D. Hallo. En we gaan zo meteen met de auto naar Amersfoort. Omdat we... Nee, je moet zelf nog eens kijken. Ik wil vloggen. En we gaan naar Amersfoort. Nee, ik wil eerst zelf even kijken. Naar Amersfoort om te eten. Maar ik ben op kantoor. En er zijn blijkbaar pakketjes voor mij. Dus die ga ik even unboxen met jullie. Het eerste pakketje is van Urban Decay. Ik heb nog nooit iets van hun gekregen. Dus dit is wel leuk. Oeh. En van NARS. En hiervan heb ik echt nog nooit een pakketje gekregen. Dus dat vind ik echt super leuk. Happy Holiday. Met de Holiday collectie. Wow. Wow, echt veel. Wow, what a feast. Wow, allemaal kwasten. Amazing. En eetrit ga ik uitpakken. Wow. Oh my god. Wat dit is zo leuk. Dit is rijstsetjes. Rijstminis. I love it. Nog meer rijstminis. Dat is leuk. Leuk. En dit is het oogschaduwpalet. Oh, wat leuk. Heel mooi. Hallo en goedemorgen. Het is de volgende dag. Ik sta hier op een set. Met bijvoorbeeld Lizzie. Die daar half naakt staat. En Jessie. En zometeen komt Shanna ook. Want we hebben opnames voor Linda Meijden de hele dag. En we gaan over vagina's praten. Nou, wat een feest. Wat een feest. Voor vagina en schimmels. Hoeveel schimmels heb je voor vagina? Voor JJ. Lamoes. Punani. Een kut. Vagina. Vloe. Nee, dat is wat anders. Nou jongens, het is inmiddels 6 uur. En ik heb al een poosje niet gefilmd. Ik heb dus de hele dag opnames gehad voor Linda. Samen met Lissy.
Shanna en Jessie, wat echt super gezellig was. Maar we hebben alle afleveringen gelijk in één dag gefilmd. Ik was een beetje moe, dus ik was net op de bank gaan liggen, wat niet zo'n slim idee was. Want we hadden na de opnames, hadden we ook met Jessie, Liz en ik, zijn met z'n drieën nog even een wijntje gaan drinken. Nou, die kakte er wel eventjes in. Dus ik heb even een half uurtje lekker op de bank gelegen. Kel en ik gaan vanavond echt iets leuks doen. We hebben een soort date night. En we gaan naar iets waar we nog nooit heen zijn geweest. We gaan namelijk naar het Nationaal Opera en Ballet vanavond. En we wouden gewoon een keer iets doen wat we niet altijd doen. En zoals sommigen misschien wel van jullie weten, heb ik vroeger opera gezongen. En ik ben wel eens naar opera's geweest, maar toen was ik echt 14. Dus ik heb ook op ballet gezeten trouwens, 7 jaar. Dus ik vind het echt super leuk dat we hierheen gaan. Lekker samen een date night. Ik ben dus wel een beetje ingekakt, dus ik moet mezelf even weer... Weet ik niet, als ik mijn make-up misschien weer even bijwerk. En Kel neemt ze lekker eten mee. En dan gaan we om 7 uur weg. Nou jongens, dit is wat ik aan heb. Het is niet heel bijzonder. Dit is een glitter flare pants van Madrolli. En deze heb ik ooit van Kel van Noisy mee volgens mij gekregen. Het is niet heel spannend, maar volgens mij is er dus ook geen rode loper of zo. Het zit gewoon lekker. Je moet natuurlijk gewoon lang zitten. Dus ik dacht, ik ga voor comfortabel. Nou, ik vertel toch dat de laatste tijd alles niet zo goed gaat in ons leven. Kel, ik kan ook niet zo goed doen. Ik weet niet wat het met ons is. Ik weet niet wat ik ons voorstelde, maar het gaat niet goed. Ik had gevraagd om garnalen, maar we hebben niet heel veel tijd. Dus ik heb geen tijd. Voor diepvriesgarnalen haalt hij ook nog de allerduurste biologische garnalen. Waar je 10 euro voor betaalt, waar echt zo weinig in zit. En ik vroeg om de, zeg maar, de Bourgain kookroom. Krijg ik roomkaas, smeerroomkaas. Ik vind het irritant dat alles fout gaat in ons leven op dit moment. Want wat we vanavond zouden gaan eten, is Tagliatelle. Hij heeft ook biospinazie gehaald. Ja, ik weet niet wat er met deze man... Ik weet niet waarom hij opeens biologische boodschappen doet. Tuurlijk, het is beter, maar ik let natuurlijk wel een beetje op de centen. Nou, die spinazie is prima. Die tagliatella is prima. Dit zijn echt 10 garnalen voor 10 euro. Nou, dat doe ik in de vriezer, want ja, ik heb hier geen tijd om dit te ontdooien. En ik vind dat het veel minder lekker om in de magnetron te doen. Ik vind het gewoon irritant dat het niet gaat zoals wij eigenlijk allebei willen. Maar we proberen het. Maar er zit hier iets in de lucht. In de sfeer van dit nieuwe huis. Wat niet helemaal goed gaat. Maar ik ga vast wel even een knoflookje. En een uitje snijden. Want dan is dat alvast klaar. Dit is het diner. Als je denkt, joh, jullie zijn al sukkels. We zijn dikkere sukkels. Ik volg jou in de auto. Nou, is wel een rode loper. Is de première is chic. Nee hoor, ga lekker in je koffie heen. Nou, kijk hoe wij eruit zien. Ik geef geen commentaar. En kijk even hoe andere mensen eruit zien. Zoals de knappe Claire. Zoek verschillen. Nou, qua haarkleur zijn er weinig verschillen. Maar ja, ik heb dus zelfs een vlek op mijn trui. Het is echt geweldig, love it. Dat kan je helemaal weg photoshoppen, joh. Ja, toch niet op camera? Ja, natuurlijk. Maar ik ken wel wat jongens die dat kunnen. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, we gaan 3,5 uur naar opera ballet kijken. Yes. Wij zijn terug van de opera. En ik vond het echt heel leuk. Ze waren in ieder geval echt super goed. Maar ja, dat was wel te verwachten natuurlijk. En er zat ook humor in. Ik vond het leuker. Nou, niet leuker dan gedacht. Maar ik wist natuurlijk niet. Ja, ik wist wel een beetje wat ik kon verwachten. Maar de eerste en laatste keer was toen ik echt 13 was of zo. Alleen ja, het duurde wel 3,5 uur. En het is nu 12 uur. En je hebt natuurlijk gewoon de hele dag gewerkt. Dus we kakten een heel klein beetje in de laatste 2 scènes. Maar verder, het was echt heel mooi. En het is wel leuk om een keer... wat anders dan, ja, anders te zien en te horen natuurlijk. Goedemorgen, wij zitten in de auto. Het is nu 9 uur en we zijn dus op weg naar... Zeg maar. Naar het oosten van het land. Omdat we daar iets voor, nog een soort van campagne moeten doen. Dus ja, en het is echt prachtig buiten. Het is echt prachtig. Make-up in de auto gedaan, maar mascara in de auto doen is echt een hele opgave. Ik heb mijn haar nu al 4 dagen niet gewassen. Of
is dat ze geen douche hebben. Dus ik ga vanmiddag even bij onze buren douchen. Maar eigenlijk heb ik ook geen tijd, maar ik probeer het. Het is 2:00 en we zijn weer thuis. En ik heb me even opgefrist om naar een high tea van L'Oréal te gaan. Ik heb met Dr. Martens aan deze jurk van Gus Gusto. Ja, en ook mijn hoofd en mijn haar. Ben ik echt niet te spreken gewoon. Ik heb dus al 4 dagen lang mijn haar niet gewassen. En make-up zit niet. Dus ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel zin. Maar we gaan er maar voor. En hij is op met ons vloggen. Dat is eigenlijk de Romy. Jouw vlog is leuk. Ja, we gaan bingo spelen, maar we gaan wel een beetje vals spelen. I love you. Ik ben thuis. Ik heb dus een pakket meegekregen van L'Oréal. Oké, ten eerste mijn favoriete haarlak. Dit is echt mijn favoriete haarlak. En ik heb dus ook een mini gekregen, wat echt super handig is. L'Oréal anti-vermoeidheid dag. Dan hebben we hier een eyeshadow palette. Eens even checken. Dat is deze. Maar kijk, dit is echt super leuk. Haarolie, dat gebruik ik ook altijd na het douchen, deze van L'Oréal. Dat is dit. Face & Body Luminizer glitters. Een volume mascara. En een golden topcoat mascara. Nou, en daarna... had ik het geniale plan om even de haal nemen en te gaan. Nou, dat doe ik echt nooit. Ik shop eigenlijk nooit meer echt, zeg maar, echt in een winkel. Maar ik had er wel zin in. En ICD was mee. En ik ben gewoon best wel slecht qua kleding. En ik dacht, nou, iets kan een beetje stijlen. Ten eerste, en dit doe ik dus misschien vanavond ook aan, is dit lerenachtige jurkje. Nou, dat is heel moeilijk te zien. Maar ik denk dat ik deze aan doe vanavond. Hier heb je helemaal niks aan. En ik heb... Ik weet niet of je kan zien, het is donkergroen, een beetje jaguar-achtig. Het lijkt zwart, maar het is donkergroen. Een blazer met een broek. Dit is dus donkergroen, het is echt super mooi. Niet dat ik veel te lang moet gaan praten. Ik denk dat jullie ook allemaal gewoon heel graag willen gaan kijken naar dit. Jij mag terug nog als een applausje voor nou. Naar de VIP ruimte daarboven gaan kunnen we even chillen met z'n allen. Op de tijd boven. Dus we gaan hier deze verdieping. Niet doen. Geniet ervan. Heel veel kijkplezier. En let's get it on.